Markten zijn arena's geworden en de participanten zijn eigenlijk gladiatoren. Ze kunnen in de arena blijven, ze kunnen er weggaan. Ze kunnen samenwerken, ze kunnen concurreren, ze kunnen ook afwachten. En als je kijkt wat er op hen afkomt, dan is dat niet min. In termen van globalisering van de markten, in termen van digitalisering van de technologieën en de manier waarop dat we met klanten omgaan, en in termen ook van de responsabilisering waar dat veel bedrijven mee te maken hebben. We zijn altijd geneigd om het verleden te koesteren. En eigenlijk zijn we aan het kijken van hoe kunnen we hetgene wat we in het verleden zo goed gekund hebben, hoe kunnen we dat nu zo goed mogelijk uitnutten naar de toekomst. Per definitie leggen we eigenlijk onze toekomst in het verleden. En dat is een zeer gevaarlijk gegeven. In management, en dat is een moeilijk woord als ik dat mag nu even gebruiken, in management noemen we dat ambidexterity. Laat het me anders uitdrukken, dubbelhandigheid. Wat bedrijven moeten kunnen is tegelijkertijd het businessmodel dat ze nu hebben uitnutten en tegelijkertijd de sprong naar de toekomst gaan maken. En proberen nieuwe zaken uit te proberen. Ik durf wel eens de vraag te stellen ook aan deelnemers in deze leszaal. Wanneer is de laatste keer dat je iets voor het eerst gedaan hebt? En ik denk dat bedrijven dat niet voldoende doen. Tegelijkertijd, ik wil het toch maar even herhalen. Het is zeer gevaarlijk om te zeggen van, en nu gaan we de vlucht vooruit gaan maken. Ik denk dat dat een zeer risicovolle strategie is. Heeft dat ook te maken met wat voor manager je hebt in een bedrijf? Ja, laat me even het woord leider gebruiken. Ik denk dat een leider iemand is, door een marketingbril bekeken, dat is iemand die eigenlijk een positief momentum brengt. En ik denk dat een leider niet beperkt is tot iemand die aan de top van de organisatie staat. Ik denk dat je ook in teams leiders hebt en ik denk ook in verkoopsteams. Ik denk dat je ook in R&D-omgevingen, ook lokaal, daar mensen hebt waarvan je zegt van, dat zijn leiders. En waarom noemen we ze leiders? Ik denk dat er eigenlijk drie zaken vanuit marketingstandpunt meespelen. Ten eerste, het zijn goede managers. Henry Mintzberg heeft ooit eens gezegd, met alle literatuur die we nu hebben over leiderschap, we are overled and undermanaged. Ik denk dat er daar heel veel waarheid in is. Het zijn eigenlijk nog altijd personen die actie kunnen creëren in een organisatie. Maar ik denk dat voor een marketeer ook van belang is dat we eigenlijk ontdekken. Met andere woorden, en dat is een tweede eigenschap. Naast management, het zijn ontdekkers. Het zijn, leiders zijn personen die nieuwe manieren zien om waardepropositie te onderbouwen, om markten te gaan veroveren, om efficiënties te gaan najagen, om, ik ga opletten nu met dat woord, kom er direct op terug, shareholder value te gaan bouwen. Ik denk dat ze kunnen iets. Ze hebben iets, ze hebben die nieuwsgierigheid, ze hebben die passie, ze hebben die verbeelding om daarmee aan de slag te gaan. Ik denk dat er een derde luik is, wat we al te vaak vergeten hebben. We zijn altijd bezig geweest van, wat zijn de waardeproposities, wat zijn de nieuwe zaken die we moeten aanbieden? En we moeten maar kijken naar de bankencrisis, we moeten maar kijken naar wat er gebeurd is in de woningcorporaties hier in Nederland. En dan merken we dat dat ook wel personen zijn die gemanaged hebben en die hebben proberen waarde te creëren voor hun bedrijf en ook voor hun eigen bonus. Maar ze zijn vergeten dat er andere belanghebbenden bij zijn. Ik denk dat goede managers ook integer zijn. Ik zou het eigenlijk willen zeggen, als ik die drie zaken samenpak vanuit de marketingbril, ik denk dat goede managers kunnen een goede leiders, correctie, dat goede leiders kunnen managen, dat ze kunnen ontdekken en dat ze kunnen respecteren. Ik denk dat het vooral op dat laatste luik, waar ook ter wereld, in de westerse wereld, behoorlijk fout gelopen is de voorbije 8 à 10 jaar. En als ik kijk wat nu de bonusvergoedingen zijn in Amerikaanse banken op dit ogenblik opnieuw, dan kom ik tot de conclusie, zoals veel collega's, ze hebben verdorie weinig geleerd.